Oké, dit is heel raar. Er is niemand in dit gebouw, maar mijn deur is nou vervolgens wel open. Deze deur staat ook open. Ik begrijp er helemaal niks van wat dat betreft. En deze deur is ook open. Dus alle deuren waren open, behalve die van Bandit zelf. Dus Bandit zijn appartement was dicht en de bovenste is ook dicht. Op moment als deze is het toch wel heel erg fijn om toch ook nog een lekker huis te hebben in de andere stad. Zeker als het toch wat te heet onder je voeten begint te worden en je moet je af en toe een beetje terugtrekken. Dan wil je natuurlijk wel lekker in die comfort zitten. Dus ik ben heel erg blij dat ik mijn villa hier heb. Maar aan de andere kant, ja, het voelt ook een beetje verkeerd. Want ik ben natuurlijk nu toch een soort van mijn huis uitgevlucht omdat de CIA letterlijk voor mijn huis stond. Ze hebben ook vervolgens foto's lopen maken van mijn huis en van mijn deur en allemaal. En ik vind dat, ik vind het toch raar. En ik vind het vooral ook heel raar dat ze natuurlijk zeiden van, hè, Duffy tot binnenkort of iets, ieder voor iets in die trend, dat ze mij zeer, zeer, zeer binnenkort weer zouden zien. Heb ik zoiets van, oké, blijkbaar hebben jullie al een afspraak bij mij staan die ik nog niet heb staan. Vind ik toch naar. En wat ik ook heel erg naar vind is hoe daar uiteindelijk nu allemaal is gelopen. Ik bedoel, ik geef Bandit vertrouwelijke informatie over wat er gaat gebeuren. Hè? Ik bedoel, ik bied hem echt, wat dat betreft, meesterlijke contracten van geld tot appartementen, gemeubileerd en noem het allemaal maar op. En vervolgens vindt hij het toch belangrijk om dan dingen te gaan melden aan Lumius, die natuurlijk op zijn manier weer totaal uit zijn plaats schiet. En natuurlijk komt dan weer helaas die weer op zijn manier totaal uit zijn plaats schiet en vervolgens wordt er een fucking aanslag gepleegd op de fucking president. En vervolgens hoor ik niks meer van zowel Elios als Lumius als Bandit. En ik zit hier en ik heb wel bezoek gehad van de CIA. Ik vind het toch allemaal een klein beetje raar. Het lijkt wel alsof alles een beetje toch een soort van samenkomt. Ik bedoel, Dylan tot nu toe, die heeft zich eigenlijk altijd gewoon goed gedragen. Tuurlijk, hij heeft wel eens een keer hier en daar een aantal domme blunnetjes gemaakt en noem het allemaal maar op. Maar zover als dit heeft hij me in ieder geval nooit genaaid, om zo maar te zeggen. En ik weet natuurlijk ook niet of het genaaid is. Ik heb alleen maar geruchten gehoord dat het schijnt dat RVE een soort van politie-shootout heeft gehad. Maar of dat klopt, ik heb werkelijk waar geen idee. Ik ben niet in de Kaap geweest. Ik ga ook niet naar de Kaap toe. Ik heb ook geen contact gehad met een RVE-lid op het moment. Dus ik weet het ook allemaal niet. En het enige wat ik wel weet is dat ik sowieso Bandit wil spreken. Want wat er ook gebeurt, hij gaat sowieso boeten voor zijn daad. Door hem is er zo ontiegelijk veel fout gegaan. Dat ik kan het hier gewoon ook totaal niet bij laten zitten. En ik heb zoiets van, er zijn volgens mij twee plekken waar Bandit kan zitten. Want ik weet natuurlijk niet of hij door heeft gehad dat Lumius mij heeft opgezocht hier. Dat zou ik natuurlijk niet weten. En ik weet ook niet of hij dus daarom denkt van, misschien werken we nog gewoon samen en misschien gaat alles nog wel gewoon door. Qua natuurlijk de boel regelen. Ik heb geen idee natuurlijk hoe hij daarin staat. Maar ik kan hem één ding melden. Zo werkt het in ieder geval niet meer. Dus wij gaan nu maar eens even snel naar mijn gebouw toe in downtown om te kijken of hij misschien daar aanwezig is. Want wat dat betreft, hij is natuurlijk wel de manager van mijn bedrijf, om zo maar te zeggen. Maar ja, die taak die kan hij wat mij betreft wel vergeten. Want als ik hem zie, dan schiet ik hem namelijk gewoon helemaal dood. Ik steek alles gewoon totdat ik gewoon 100% weet dat hij dood is. Want ik wil hier echt niks mee te maken hebben met zulke soort mensen die gewoon niet eens eventjes gewoon iets voor een vriend kunnen doen. Ik bedoel, hij maakt er ook gewoon dik geld op en dan vervolgens gaat hij zich zo lopen te gedragen. Nou, ik begrijp er oprecht helemaal niks van. Maar goed, iedereen heeft natuurlijk zo zijn eigen ding. Ik bedoel, als hij op die manier bezig wil gaan, moet hij dat vooral gaan doen. Dan vanuit eens maar eens even op zoek gaan naar mijn gebouw. Ik vergeet ook altijd waar dat ding wat dat betreft is. En hoe het hier allemaal zit. Ik moet echt een routeplanner bij wijze van gaan hebben. Maar goed, gelukkig hebben we natuurlijk wel een vliegtuig dat we makkelijk kunnen vliegen. Maar ik hoop dat hij gewoon daar aanwezig is. Als hij daar namelijk niet aanwezig is, dan moet ik waarschijnlijk richting de Kaap gaan. Waar ik echt totaal geen zin in heb. Want de Kaap is natuurlijk wel, ja, een broedplaats voor criminelen wat dat betreft. En natuurlijk ook het leger en politie en noem het allemaal maar op. Dus daar heb ik echt totaal geen zin in. Even kijken. Ik vlieg al behoorlijk langs wat enorme gebouwen. Moet ik even goed gaan kijken welke kant ik op moet. Natuurlijk het hele grote DDG gebouw. Nee, die zocht ik ook niet. Voor mij moet die zo meteen dan naar rechts. En dan voor mij alleen maar doorvliegen, dacht ik zo. Ik weet het ook op zich niet helemaal zeker. Of zijn we nou weer helemaal de verkeerde kant langs gevlogen? Nou ja, goed. Aan de andere kant, mooi stukje sightseeing downtown, om zo maar te zeggen. Er verandert hier ook veel. En dat is natuurlijk ook het probleem met alles. Ik bedoel, de politie zit nu op mijn hielen. Of nee, de politie, de CIA, denk ik dan. Ze laten niks los, maar ik neem aan dat ze gewoon vol op mijn hielen zitten. Vervolgens wil ik ook nog een bedrijf gaan lopen runnen. Ja, ik heb ook natuurlijk allemaal mensen die op sollicitatiegesprekken willen, wat dan ook. En voor de buitenwereld, ja, ik kan natuurlijk niet te koop gelopen wat er natuurlijk allemaal aan de hand is. Dus ik moet me ook wel een beetje gedijst houden. Maar ja, de shop moet natuurlijk ook gewoon binnenkort geopend gaan worden. Het heeft nu al lang genoeg geduurd wat dat betreft. Dus die moet echt wel binnenkort een keertje open. Maar volgens hoe het nu toe gaat, is dat gewoon onmogelijk, om zo maar te zeggen. Maar goed, we gaan kijken. Als het goed is, moet die hier zijn. Ja, oké, we gaan hier vast landen, want hier komt zo meteen het gebouw aan.
Oké dan. Oeh, krijg ik buren. Daar ben ik ook wel weer even benieuwd naar wat er hier allemaal weer gaat gebeuren naast mij. Bouw stopgezet door minister Infrastructuur. Ik wist niet dat er naast mij gebouwd zou worden, maar het wordt in ieder geval stopgezet. Of was dat nog bij mij? Nee, toch? Nee, dat hoorde niet bij mij, right? Oké, we gaan eens even kijken of Bandit hier aanwezig is in mijn winkel. Het ziet er echt allemaal gewoon... Het ziet hetzelfde uit, alsof hier gewoon helemaal daadwerkelijk niks gebeurt. Dan kunnen we weer weg doen voordat dadelijk iemand het ziet en dat ze de politie gaan bellen. De brief is daarentegen. Ja, er zitten nog wel wat sollicitaties in zo te zien. Oké, dat is verder ook niet zo heel erg boeiend. Bandit kan aanwezig nog zijn in zijn appartement, wat die ik natuurlijk aan hem heb toegewezen wat dat betreft. Maar goed, zolang hij niks heeft ondertekend, is er ook helemaal niks van hem. En weet je wat, we gaan eens even mijn appartement checken. Kijken of hij misschien daar aanwezig is. Misschien zit hij wel gewoon in mijn papieren te snuffelen. Dan moet hij dat doen van Lumius. Je weet het niet. Je weet gewoon op dit moment niet hoe erg je Bandit nog kan vertrouwen wat dat betreft. Hij heeft nu zoveel dingen wat dat betreft genaaid. Hij heeft ook veel dingen goed gedaan, maar goed dan nog. Hallo Bandit, hallo! Als je aanwezig bent hier in mijn huis, zal ik me nu maar tevoorschijn komen met je handen omhoog, anders schiet ik een kogel door je kop. Hallo? Oké, het ziet er nou uit dat daadwerkelijk echt helemaal niemand hier is. Hij kan nog op mijn dak zitten, dat hij me niet heeft gehoord natuurlijk, maar... Toch even alles hier wat dat betreft goed checken. Dit is ook gewoon helemaal leeg en... Het ziet ook uit dat hier verder niks verder is gebeurd. Nee, er hangt ook nog steeds... Dat vind ik ook knap, dat er nog steeds geen showmodellen qua kleding hier überhaupt zijn opgehangen door hem ooit. Dat is ook gewoon nog steeds niet gebeurd, dus... Ik vind het toch allemaal maar weer raar. De trap gaan we dan maar op. Ook altijd een gevaarlijk moment. Want als hij hier in één keer staat met een hamer of iets. Bandit, hallo! Het ziet er ook allemaal gewoon steeds hetzelfde uit. En gewoon, hier ook weer, er hangt hier ook nog helemaal niks. Er is geen businessplan opgezet. Echt, ik weet niet wat die man allemaal aan het doen is. Maar hij heeft in ieder geval niet goed zijn best gedaan. Ik ben totaal niet te spreken over hem. Dus ik ga hem ook gewoon totaal natuurlijk helemaal niet betalen wat dan ook. En hij moet gewoon dood. Oké, hij kan nog op één plek zijn als hier op het dak. Hallo Bandit, als je hier aanwezig bent, ik geef je nu 1 seconde om tevoorschijn te komen. Kom je dat niet in de kom je tegen, ik schiet een kogel dwars door je kop, je kan het niet meer navertellen. Ik geef je 1 seconde. Hallo? Oké, het ziet er echt naar uit dat het werk hier ook niet aanwezig is. Dan is hij dus mooi gevlogen wat dat betreft. Ja, hij zou natuurlijk in de kaap kunnen zitten, maar daar ga ik niet vanuit. Hoewel, hij kan natuurlijk ook nog in de kelder zitten. Of hij heeft natuurlijk mij gehoord, dus via een achteruitgang naar buiten gegaan. Man. Echt ongefreaking-lovelijk dit. Goed, we gaan maar weer naar beneden toe dan. Ik had echt gehoopt dat we hier zouden... Nee, wacht eens eventjes. Ho. Misschien zit hij wel gewoon in zijn kamer, in zijn appartement. Dat hij dat er wel heeft geregeld natuurlijk. Dat hij zijn kamer natuurlijk heeft laten meubileren alweer. Op natuurlijk de kosten van de zaak wat dat betreft. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ik moet dat ook nog even snel checken. Dat is dan ook nog een plek. We kunnen denk ik soms een beetje eerst naar de kelder gaan hier. Maar ik neem aan dat hij niet in de kelder zit. Want ik durf mij op een briefje na te geven dat de kelder ook gewoon nog zo is als hoe het was. Want zo hard werkt hij nou ook weer helemaal niet door. Ja hoor, hier zijn nog niet eens lampen opgehangen, man. Niet eens fucking lampen. Dit is echt schrikbaar wat dat betreft. Maar goed, dit is natuurlijk wel aan de andere kant. Dit is ook wel een hele mooie plek om tijdelijk wat spulletjes van mij te verstoppen. Dit is natuurlijk allemaal op dit moment van mij. Het enige wat ik moet zorgen is dat Bandit niet meer bij de sloten kan. Dus ik krijg even een ander slot erin moeten laten zetten. En wat dat betreft heb ik dit hier allemaal privé. Dit is natuurlijk mijn kledingopslag. Maar goed, dat hoeft natuurlijk helemaal niemand te weten. Wat dat betreft. Hier kan ik op zich misschien wel wat wapens en verboden middelen storen, om zo maar te zeggen. Ik bedoel... Je mag alleen als je bevoegdheden hebt om hier te zijn natuurlijk. Dus ja, nou ja, laten we mee naar boven gaan. Hij is hier blijkbaar ook niet. We kunnen nog even gaan kijken of hij op zijn kamer zit. Wat is er met die lift aan de hand? Misschien moeten we deze lift gebruiken. Ik heb geen idee. Mag ik wel weer een monteur naar gaan komen kijken dan? Jongen. Oké. Dan kunnen we nu nog 1 kant op. Oh shit, er moet niet iemand in mijn winkel lopen dat ik een wapen in mijn hand heb. Oké. We kunnen nu nog hier gaan kijken of hij hier daadwerkelijk aanwezig is. Bandit! Hallo? Bandit! Dit is ook gewoon weer helemaal leeg. Er is hier helemaal niks gebeurd. Er is lijkt alsof iemand gewoon met de noordzon is vertrokken. For real. Er is hier helemaal niemand en niks gebeurd. Hoewel deze deur staat open. Hallo? Bandit? Hallo? Is er iemand? Wat? Waarom staat deze deur dan open? Alsof hier iemand is geweest hier. Ik ga me niet vertellen dat het CIA al in mijn gebouw is geweest, right? Deze deur staat ook open? What the fuck? Oké, dit is heel raar. Er is niemand in dit gebouw, maar mijn deur is nou vervolgens wel open. Deze deur staat ook open. Ik begrijp er helemaal niks van wat dat betreft. En deze deur is ook open. Dus alle deuren waren open, behalve die van Bandit zelf. Dus Bandit zijn appartement was dicht. En de bovenste is ook dicht. Maar het ziet er ook uit dat het ook gewoon helemaal leeg is. What the fuck?
Wat de fuck is er überhaupt gaande in mijn gebouw? Ik ga bijna denken dat de CIA dit gebouw heeft onderzocht. Dat ze gewoon de deur hebben opengelaten. Dat ze gewoon elke kamer hebben bekeken van hoe wat allemaal. Ja, gelukkig valt hier sowieso helemaal niks te vinden. Want ja, er zijn hier geen verboden middelen te vinden. Het is gewoon een kledingwinkel. Maar het lijkt erop alsof hier een soort van inval is geweest in dit huis. En dan, of in dit, ja, dit is natuurlijk wel het huis, maar in mijn gebouw. Aan de andere kant, of het is CIA geweest, of het is bende die hier geprobeerd heeft spullen te jatten of wat dan ook. Maar één ding weet ik wel, hij is hier niet aanwezig. Dan kan hij nog maar op één plek zitten wat dat betreft. En dat moet dan haast wel de Kaap zijn. Alleen, ik heb zo geen zin om naar de fucking Kaap te gaan. Omdat, ja, politie, leger, RVE, maar... Ik denk dat ik op dit moment geen andere keuze heb dan naar de Kaap te gaan. Let's go.